Doe maar hoeveel met condoom, anders begint het er gewoon niet aan. Ja, maar volgens mij heb ik helemaal geen condoom bij me. Vriend, ik neuk in je reet! And this is me. While you were watching some evil figures robbing a bank after their rise from hell, I was running from a life of finding right through this cornfield, scared as hell, after I've been dragged around all night. I mean, I've lost a bright part of my beard, my dignity, and I got ass red. You're gonna find out all about that in just a minute. Well, it's clear that after I crash landed somewhere near Amsterdam, it all went south. I mean, literally, guys. This stupid little country isn't even near the North Pole. I just wish I knew that at this point. As you can see, I'm all messed up and still hot as Christmas. After a long night fighting for my life against what was once my best friend, there are now a human zombie. I mean, what the fuck? Okay, let's go back to the point. I had to run away from this evil zombie thing called Rudolph. Kijk eens, daar hebben we onze eerste klantje al. 50 euro. Nou ja. We gaan nu de boven Tessel op. Goedemorgen. Hallo mevrouw. 30 euro. Ja hoor, je mag rechts ook. Oké, we werken ze nog, schatje, vandaag. Nou, we hebben nu afgerekend, we gaan nu de boot op. De avontuur gaan beginnen. Hey, hey, hey. Na 200 meter, scherpe bocht naar rechts. Oh, hoor je die hoeren erbij gaat, hè? Kerkslet. Goedemorgen, ik ben Dickface en zometeen gaan wij het schip op naar Texel en allemaal mensen zwaffelen in het gezicht. Hey! Ik heb net een hele impulsieve actie dat ik met mijn kont ging dansen. En ik ga van die meneer vragen wat hij ervan vindt.
even raam tikken hoor. Hallo. Meneer, we hadden een vraagje. Wat vond u er nou van wat er net gebeurde? Van dat die jongen daar zo raar aan het dansen was in zijn blote kont. Kont? Ja. Oh, dat heeft u niet gezien? Nee. Ja, zeg ze allemaal. Dat echt niet. Nee, niet? Oh. Even duimpje omhoog. Hey! Nou ja. Yo. We zijn nu in Koog. We gaan even pauze halen op het strand. Zometeen onderweg naar de Koksdorp. Zoals je kan zien aan mijn neus. Lekker piemeltje, lekker likken. Wie wil er een kusje op mijn neus geven? Zijn er vrijwilligers die een kusje op mijn neus geven? Kok, door met COCK. Hey, moet je eens kijken wat ik op mijn neus heb. We gaan gelijk naar de eerste slachtoffer toe. Het maakt niet uit wie het is, als het niet is. Ja. Mag ik u wat vragen? Woont wie? Ja, ik woon hier. Oké, ja, we hadden op het bord gelezen dat het een koksdorp is. Ja. Koks met COCK. En aangezien u woont, lijkt het me wel heel erg op prijs gesteld als u even een kusje op mijn neus geeft. Want het is toch een koksdorp met COCK. Ja, dat klopt. Dus. Nou, vooruit man. Kom maar op. Kijk eens, hij doet het! Ja! Nummer 1! Ja! Kijk. We zijn binnengekomen. Hey, ik zal jou ook vragen over dit dorp. Kom eens even hier. Heb jij wat te vertellen over dit dorp? Hoe is het hier? Omschrijf de mensen en de supermarkt in het algemeen eens even. Ja, goed, erg rustig. Kijk, je kunt het beste even naar daar toe lopen. Goedemiddag, zijn je aangekomen in het Koksdorp? Kan ik niet helpen, jongen. Ja, het Koksdorp, COCK, had ik begrepen. Het piemeldorp dus, dat is ook hetgeen wat ik op mijn neus heb. We zoeken een aantal vrijwilligers om een kusje of het even in uw mond te hebben wat ik op mijn gezicht heb. En we hebben er al één gehad en we zoeken er nog twee. Nou, helaas moet je even naar buiten gaan. Oh, dan moeten we dus iemand anders in de winkel zoeken, dan gaan we even verder. Ik zou je willen vragen om dat dan maar buiten te doen, niet in de winkel. We gaan even verder. Nee, je mag het even buiten doen. Waarom? Je mag buiten. Nee, maar dit is de perfecte plek om het eens even goed vast te leggen allemaal. Hoe die Koksdorp er naartoe gaat. Nee, we gaan even verder. De Koksdorp is nog veel groter dan deze. Is het nog veel groter, de Koksdorp? Ja. Even één kusje en dan gaan we hier weer weg. Nee. Ah, kom op. Nee. Jullie mogen het buiten doen, jongens. Ben je vrij? Je bent buiten vrij. Ja? Oké, dan gaan we zo meteen weer even goed kijken. Heel goed. Ja, nu. Ja, we lopen wel een beetje in de winkel en dan gaan we inderdaad. Ja, dat echt waar, dat is niet normaal hoe leuk ze dat vinden. Ja. Hallo, goedemiddag. Wat drachten? Ik een echte. En waarvoor zijn jullie hier? Wij zijn van Lol Productions, dat zou ik maar even terug van. Ja. En we zijn hier in het Koksdorp aan het filmen, met COCK. Dus het leek ons wel leuk om een piemel van zich te pakken. Ja. Je mag buiten, dan heb ik ze net aan. Ja, buiten. Ik slaap ze aan, je mag het buiten. Het is een Koksdorp, met COCK. Het is een Koksdorp, met COCK. Doei! Oh ja, dat kan ook nog eens. Kijk eens. Allebei, hè? De Tessels soepketel. Voor al uw lekkere soepjes, neem ik aan? Jazeker. Oh, oké. We produceren alleen maar biologische soepen. We staan nu tegenover Ecoplaza. En u kunt ons bestellen bij feesten en partijen of evenementen. Ja, dan loopt een dik feest. Helemaal op spoor. Helemaal weg kwijt. Helemaal weg naar het strand. En
een beetje gek. Hoe is het zo in het dorp hier? Ja, geweldig. Als het is helemaal superleuk is het hier. Superleuk. Ja, en waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Groningen. Uit Groningen? Uit Groningen, ja. Uit Lulland. Ik had een vraagje. Het is niks persoonlijks hoor, maar bent u homo? Ja. Oké, dan mag u mijn neus pijpen als u wil. Nee, doe ik niet. Nee? Ik heb een mooie piemel op mijn neus, dus... Als je wil pijpen, dan... Die koelboer hier daar, dat is homo. Okay. Ik wil het wel even doen. Ja, oké. Okay. Ja, dan gaan we daar even heen. Helemaal goed. Helemaal goed. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wij komen uit Groningen en we zijn met een interview bezig. Ja. Wat doet u hier zo? Wij verkopen hier bloemen. Oké, en gaat dat een beetje goed allemaal? Of, Ja, super. Nou, het is mooi weer, moet je eens kijken, de zon komt erdoor. Ik heb net van uw collega vernomen, van de visboer, dat u... Ja, of het mannelijke geslacht valt. En aangezien ik een piemel op mijn neus heb. Ja, ik zie het jou. Ja, zou je me best mogen pijpen hoor, Zuur. Ja, van je collega's moet je het hebben. Weet je, het is, kijk, inderdaad, van je collega's moet je het hebben, weet je wel. Hè? Ja, toch? Kijk, hij probeert nou mij in een verkeerd daglicht te zetten, maar hij wil het zelf. Hij neemt je een beetje in het ootje eigenlijk. Ja, het is eigenlijk, ik denk eigenlijk dat het zo is. Okay. Ja, als ik dat nou zou doen, hè, dan staat hij in die kaart, staat hij zo te kijken van, oh, ik zou het zelf doen. Ja, één keertje. Ja. Dus voor lolproductie. Gewoon om jaloers te maken, weet je. Gewoon om jaloers te maken. Om via doors te maken. Nou, ik doe het niet hoor. Ah, kom op. Ik weet niet waar jij die neus insteekt, weet je wel. Ja. Ja. Nou ja, niet in uw reet hoor. Nee. Ik denk dat je een hele prettige andere vrijwilliger moet gaan zoeken. Ja, u bent echt niet onze nee. Nee, waarom? Nou ja, dat is toch hartstikke leuk meneer. Dan bent u de laatste. We zijn al de hele tijd op zoek. Ik mis de humor, nee. Mijn excuses. Ik heb net vis gegeten. Ja, helemaal goed. Ook. Ja, filmpjes. Hey, kijk, we gaan even de visite aannemen. Kijk eens. Ja. Als er niet. Ben je er vanwillig, hè? Nee, helemaal niet. Ja, een beetje wel, hè. Een beetje. Gezellig met mij naar de helft. Zoek een vrijwilliger. Nou, ik ben lekker alleen. Gezellig marshmallow's. Wat zijn ze hier zagrijnig, joh. Kijk eens, we gaan verder met het uitdelen van onze kaartjes. Kijk eens, meneer. Het is echt de moeite waard, hoor. U glipt echt de kant als u deze niet aangaat. Kom op. Die meneer wil niet deze van u, hoor. Meneer, onze visitekaartjes. Kijk eens. Dankjewel. Het is hier toch saai allemaal, hè? Ze willen gewoon geen lol beleven. Hier zijn twee gouden sletjes. We hebben hier twee kaartjes. Lol productiemunten voor entertainment en vermaak. Ik zie jullie wel kijken van, nou wat is dit? Maar wel zo'n lol van onszelf? Zullen we eruit of we dit nodig hebben? Ja, het is wel een aanvulling op je leven, kan ik je vertellen. Gewoon proberen, kan geen kwaad. Nou, dank je. En vergeet niet te stemmen op nattekutjes.nl. Kijk, dit is meneer ook wel kaart. Nou ja, ik heb het. Shit time. Dit is heel leuk. Entertainment en vermaak. Lol, productjes, lol. Nah, kijk eens, ik doe hem in een zak. Kijk. Ja. Kijk eens, entertainment en vermaak, lolproductions.nl. Dank u wel. Nee.
wat vindt u hier nou van? Wat vindt u hier nou van? Sorry. Leuk? Ja. Wilt u een kusje geven hier zo? Nee. Kusje. Kom maar, kom maar. Nee, sorry. Helemaal geil. Koning van de wereld! Hey! Oh! Kijk, oh, die is lekker, hè? Nee, maar grapje hoor, mevrouw. Dat hoop ik wel, ja. Ja, nee, dat is het ook, hoor. Oké. Goedemiddag. Ja. Ik had begrepen dat we hier in de Koksloos zijn. Koks met COCK. Echt wel, een rookje gozer. Nee, helemaal niet. Ik heb net op een wedstrijd in de Koksloos met COCK. Klopt. Een Piemeldorp dus, klopt gezegd in het Nederlands. Vandaar datgene dat ik al mijn gezicht heb. En ik wil jullie dus vragen, nou ja, eigenlijk een beetje verzoeken. Zouden jullie een tip op mijn neus kunnen geven? We hebben er al twee gehad, we hebben er nog eentje nodig. Aangezien jullie de Koksloos zijn. Maar kom, meneer. Ik klap op mijn neus. Ja, nah, kom. Ik vind het al leuk, kom. Eventjes. Al is het maar een seconde van een seconde. Het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Om niet aangezien te worden, dat ben ik ook. We zijn hier toch in het kort, hoor. Wat vind je hier nog? Hij vindt het fantastisch. Ja, maar het is fantastisch dat jullie hier komen. Daar hebben we de hele week op gewacht, jongens. Gewacht op die piemel die hier kwam. Gewacht op die dikke piemel die hier kwam. Helemaal lekker. Nou, kom op, Tom. Oké, ik zie je in de gaten. Kom op, Tom. Top, joh. Wat een beetje. We zijn nog steeds in het piemelstadje. Al die stijve mensen hier, die staan recht overeind. De heren van Tomtec. Ah, goedemiddag mevrouw. We hadden een vraagje. Wij zijn bezig met een onderzoek en we hebben tot nu toe nog niemand kunnen vinden, maar zou u een kusje op mijn neus willen geven? Ah, kom op. Eén keertje. Wat gaat het? Mijn man zit erbij, dat kan ik niet maken. Ja. Ah, kom op. Hartstikke leuk. Ik zal gelijk in mond nemen, Joe. Ja. En nu nog zijn lippen eromheen. Ja, dank. Dankjewel. Kijk. Daar is hij, hoor. Daar is hij. Ja. Wat is dit nou, jongens? Wij hadden even een vraagje. Een vraagje? Het ligt er een beetje aan, man. Want we staan met mijn ding, dus... Zouden wij hier binnen even kunnen drinken, of... Ja, wel als je je pakje uit is. Ah, kom op, zeg. Zit er al een groeningsfase, man, of... Ja, daar kun je het wel op houden, inderdaad, ja. Als het pakje uit kan... Nou, eigenlijk is het de bedoeling dat hij aanblijft. Dan krijgt hij een beetje folie namelijk, anders kunnen we geen folie geven. Het doel is eigenlijk dat iemand mijn neus bijt. En jouw neus bijt? Nee, mijn neus pijt. Nee, maar dat kan ik echt niet maken. Dan komen ze nooit meer binnen. Ah, oké. Je kan op de hoek even proberen. Daar nog een mooi restaurant. Oké, okay, zou je dan nog een reactie voor de camera willen afleggen? Ligt eraan. Waar komt die? Op LOL Productions LOL. LOL Productions LOL. Ja. Nou jongens, jullie zien er goed uit, vind ik, hoor. Oké, okay, ja. Toppie. Dankjewel. Succes. Hey, rustig aan. Heeft u ooit eerder een kerstman en een jonge rastaman met een piemel op zijn neus op het strand gelopen in de maand februari? Zou ik even een vrouw aan het leren doen? Hey! We hebben een dag te draaien, dus dacht ik dat... Nee, dit is echt iets om te doen. Ja, daarom. Ja, nee. Dat dachten wij dus ook, ja. Nee, ik denk ook, ik heb een spul, maar weer niet bij me, maar... Duimpjes omhoog! Hey!
Drink het. Drink het op. Schop, bitch. Goed zo, goed zo. Weet je wat erin zit? Nee. Hiermee ga jij me alles vertellen. Maar dan ook echt alles. Al je duivelse plannen. Nee hoor, Donald Trump vernietigt de wereld, gast. Zie dit nou in. Ach, lul niet, man. Vertel me je duivelse plannen. Vertel me nu de waarheid. Weet je wat ik nou echt wil? Ik wil Donald Trump lekker aan haar verkrachten. Daarna wil ik een deel aan zijn reet houden. Terwijl ik een fucking grill aftrek. En dan kan ik lekker zuigen, of hij mij. En dan bewerk ik hem bruin. Oftewel, ik stop mijn piemel in zijn reet. Vriend, ik neuk in je reet. Dit is oma en ik ben op zoek naar een rijpe date. Ik word helemaal gek, joh. Helemaal gek. Kijk. Echt zo gek. Vergeet me. Kijk me. Kom. Hey. Nou, heb ik het. Oh, dat voelt zo fijn, man. Dus dat ik geen homo ben. Even. Oh, kijk. Dan heb ik toch eindelijk mijn leven. Oh, oma. En vergeet niet te stemmen op natte kutjes.nl. Hartelijk bedankt. Of wat? Dag mevrouw, wat is uw naam als ik vragen mag? Petra. Petra. We staan hier naast Petra en we gaan vragen of zij mee wil terug naar de hel waar ik vandaan kom. Wat vindt u daarvan? Lekker warm, kampvuurtje, marshmallows, het hele pretpakket. Nee, ik blijf lekker hier. Ja, want dit is... Tessel. Ik ben hier geboren en getogen, dus al mijn mensen, familie, vrienden wonen. Perfect. Dus dit is gewoon thuis en home sweet home en alles? Home sweet home, zeker weten. Kijk aan. Nou, we horen het mensen, ze wil niet mee naar de hel, dus wij moeten een ander slachtoffer zoeken. En vergeet niet te abonneren op... En vergeet niet te abonneren op nattekutjes.nl en op youtube.com/lolproductionslol. En kijk zeker op onze website www.lolproductions.nl. We gaan dan nu in en we gaan kijken of iemand mee wil naar de hel met Bad Santa. Een vrijwilliger die mee wil naar de hel, waar vinden wij die? Iemand tijd is om, wij komen iemand halen. Kijk. Die mensen blijven er wel heel rustig onder allemaal. Hè? Deze vrouw denk ik maar eens meenemen naar de hel. Even kijken, de vrouw met de rode haren. De vrouw die hier naast me staat, de tijd is om. Waar kom je meenemen naar de hel? Leg zelf kampvuurtje. Zie wij er weer zo beroerd uit. Kampvuurtje, marshmallows en gitaartje erbij, weet je wel. Gewoon lekker een kampvuurliedje zingen. En dan gewoon alle dode mensen lekker gezellig feesten. Nou, op zich is het oh, goed. Dat kwam heel dicht bij me. Sla me niet af. Nou ja, helaas moet er ook gewerkt worden. Nee. Het is geen vrije dag. Kijk, er staat er ook een mevrouw achter. Ja, hi. En nu ook, ja. Je moet toch een haar meenemen naar de hel. Ja, we moeten iemand hebben die mee wil naar de hel. Ik wil echt niet naar de hel, hoor. Jawel. Nou, het lijkt me best gezellig, maar helaas, ja, het moet werken. Ik zie iemand die hard aan het werk is en die vast wel gezellig met ons mee wil naar de hel om kampvuurliedjes te zingen met marshmallows en een gitaar. Dat is goed. Mevrouw, als u wil ik helemaal zat hebben, dat u gezelligheid zoekt, warmte, liefde. En dat u met mij gezellig mee wil naar de hel om heerlijk marshmallows te eten, liedjes te zingen. Een kampvuurtje erbij, heerlijk. Ik ga niet met je mee, ik blijf gewoon hier. Wat jammer nou. Helaas! Nou, deze man hier wil vast wel mee met mij. Deze man is helemaal zat zo te zien en die wil met mij mee naar de hand. Al een vriend zit daar, jongen, dus het is helemaal prima. Dat is helemaal prima. Nou, we hebben ons veilig gevonden en video. Zwaait eens even neer, zwaait eens even. Ja, kijk, we hebben er al voor. Dit naar de studio in Maastricht. En vergeet niet te stemmen op nattekutjes.nl. Nou, boodschappen. Want ook in de hel moeten we eten. We gaan nu gewoon water kopen om mee te nemen naar de hel. Heel veel mensen denken dat wij bloed drinken in de hel, maar dat is niet waar. Wij drinken gewoon water. Hey. Ook eten wij geen hoofddoen zoals sommige mensen denken, dat is allemaal onzin. We eten gewoon chips en marshmallows in de hel. Kijk, er staat een lekkere cachère. Dat doen we mooi, meid.
Dag mevrouw. Dag. Wordt het wel eens vaak met mensen die uit de hel komen water komen halen hier? Nee, nooit. Volgens mij is het lach eens even naar de kamer. Je staat er leuk op voor, schat. Nou mooi. 1,50. Het is allemaal zwart geld, dat snap je wel. Ja hoor. Vergeet niet te stemmen op lolproductions.nl en natte kutjes. Yes. Fijn weekend. Fijn weekend. Ik zie een mevrouw die er echt zin in heeft. Dag mevrouw. We hebben een korte vraag nu. Dus mijn oma, ze is net opgestaan uit de graf. En ze schrikt sommige mensen af, maar wat vindt u van haar? Ik vind haar prachtig. Ze is mooi, hè? Ja. Ja, je hebt toch dat een mooie positief ding. Kijk, okay, we hebben hier iemand gevonden. Hij vraagt of hij single is voor jou, oma. Dag meneer. Hallo. Mijn oma hier zoekt een lieve vriend. Bent u single? Nee. U bent niet single? Nee. U wilt geen date met mijn oma? Nee. Ze is net opgestaan uit de graf en ja, ze wil een leuke dag hebben vandaag. We leggen hem mooi weer terug. Nee. We mogen je terugleggen, oma, hoor je het? Ja. Dank u wel. Ja. Meneer, misschien wilt u mijn lieve oma een kusje geven? Dag niet. Helaas. We gaan verder zoeken naar iemand die meer smaak heeft. Dankjewel. Kom maar mee, oma. Dit is oma. Ze is vandaag een dagje uit de graf opgestaan om een geile jonge man te zoenen. Ik zie er al brieven schrijven. Jongens, kom. Ik wil oma even een kusje geven. Iemand? Niemand? Niemand. Helaas, oma, je blijft single vandaag. Ik zie er al eentje klaarstaan. Meneer, u wilt vast wel mijn oma een kusje geven. Nee? Weet u het zeker? Zo hartstikke knap. Nee, oma. Zie je nog ergens een knappe man die deze oma wil daten? We zijn op zoek naar een knappe man. Kijk, we hebben iemand gevonden, een knappe man. U wilt geen date bij mijn oma? Nee. Ze is net opgestaan uit de graf, dus ze is een dagje vrij. De zet. Jammer. Nou, die man staat er niet helemaal lekker als in zijn hoofd. Kom maar, oma. Zie je al een hoop mensen die een date willen met jou? Ja, we zoeken nog steeds een vrijwilliger. Niemand? Ben je een uitgestorven boel hier, joh? Ja, wil je dat je een date wil met mijn oma? Kijk, die meneer die wil een date met jou. Mag jullie meneer? Om de winkel te verlaten, alsjeblieft. Ja, natuurlijk, maar wil je een date met mijn oma? Met jouw oma? Mijn oma is net uit de grap opgestaan. Hartstikke knap, hoor. Nee, natuurlijk. Wat voor een personeel gaan we naar buiten? Je moet via de kassas lopen. Via de kassas, gaan we naar buiten. Kom. Het is nog een carnaval, hoor. Nee, wij zoeken een date voor mijn oma. Mijn oma heeft net een date voor mijn oma. Een date voor mijn oma, ja. We moeten deze dan op zich verdienen. We gaan er wel eens. Dankjewel, man. We hebben nog een reactie in af. Weet je door wel, hè, ouwe? Misschien mogen we hier langs tussendoor. Pardon, mevrouw. Een date voor mijn oma, nog steeds geen herinnering gevonden. Gaan wij even verder zoeken. Misschien deze jongeman hier, die misschien wil deze man een date met jou, oma. Ik heb geen idee. We zijn al de hele dag op zoek naar een gezellig jongeman die een date wil met mijn oma. Ja, heel gezellig. Een of andere Gilfunter, weet je wel, die haar knapt in. Ja, heel gezellig. Mag ik een foto maken met hem? Mag ik een foto maken? Mag u wat vragen? Ja, hoor. Gebeurt het wel eens vaak in zo'n dorp als dit? Elke dag. Elke dag. Dus het is niks nieuws? Het is helemaal niks nieuws. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Maar
Mijn oma is een dagje opgestaan uit haar graf en zij wil graag een knappe man zoenen. Nou, als u dat zo ziet, dat kunt u toch niet aan u voorbij laten gaan. En nou gelijk zoenen, zoenen, hè? Dan mag u haar zoenen, ja. Nou, kom maar. Nou, ik houd even vast op, hoor. Nee, doe je het niet? Nee. Nee, toch niet? Ik ben toch mijn type niet, dus. Het is heel erg verlegen. Nou, dan gaat het niet door. Nee, dat is jammer. Bedankt voor de moeite. Ja. Oma, waarom niet tegengang, oma? Hartstikke knappe man die jou wil zoenen. Moet jij mijn oma zoenen? Mijn oma is opgestaan uit een graf. Nee, dank je. Ze wil graag een kusje. Nee, dank je ook niet. Nee? Nee. Ah, van dikke lever. Meneer, wilt u een kusje aan mijn oma geven? Mijn oma is single. Ze ziet er hartstikke knap uit. Ze ziet er hartstikke knap uit. We gaan verder zoeken naar iemand die wel normaal is. Misschien is mijn oma wel lesbie. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Mijn oma is net uit de grot opgestaan. Ze is single en ze wil graag een date. Ja. Die mevrouw is geen lesbie, denk ik. Zo moet het dus de zaak uit. Vriend, ik neuk je reet. We zoeken de Noordpool, we zijn een beetje verdwaald. Ja, nee. Nee? Ja. Deze mensen kunnen ons vast meer vertellen over de Noordpool. Hallo. Is jij van de Noordpool? Ja, weet je waar de Noordpool is? Ja, in het zuiden. Daar hier die straaldeur en dan allemaal deur lopen. Die? Ja, daar. Dank u wel. We gaan die kant op, want volgens die meneer is daar de Noordpool. Hier kunnen ze ons vast wel helpen. Daar zijn we weer. Zo. Wij zijn verdwaald en we zoeken de Noordpool. Jullie bevinden zich hier. Oh ja, kijk nou. En dit is Bastian onder. Hier is Bastian onder. Trottoir hieraf? Ja. Ja? Ja. U steekt over dat u aan uw een... Dus, ja. En verdwaalt. Ja, ik ben helemaal de weg kwijt, zeg maar. Dus, maar geen keuze helaas. Oké. Oké, dank u wel. Nou, veel succes. Ja, veel plezier. Dank u wel. De mannen. Ja. Dag. We hebben geen idee welke kant we op moeten. Nee, ik weet het ook niet. Waar is de Noordpool? Dat is de vraag. Moet die zo, of zo, of zo. Kind, die man moet vast wel de weg kennen hier. Meneer, mag je wat vragen? Jazeker. Wij zijn verdwaald, we moeten de Noordpool hebben. Wij kregen dit kaartje bij het VVV. En ik heb geen idee waar ik nu ben. Noord, dus je moet Noord aanhouden. En dat is die kant, die Noord kant. Noord is altijd naar boven. Die kant op ja, dus. Ja, die kant op. Dan gaan we nu de half fout, maar half goed. Oké, okay. Dank u wel. Dat is nodig. Oké, dank u wel. Succes. De mannen. Nou, die man die kon ons niet heel erg helpen, maar hij heeft ons wel een tip gegeven. We lopen half de goede kant op. We moeten hem zo houden. We zijn nog steeds op zoek naar de Noordpool en we hebben nu nog steeds geen flauw idee welke kant we op moeten. Nou, geen idee, gewoon helemaal de weg kwijt. We gaan gewoon nog een keer mensen vragen waar de Noordpool is, denk ik. En als je ons kanaal dan leuk vindt, zoals ze dan normaal zeggen, abonneer of subscribe hieronder en doe een duimpje omhoog. Ik weet niet hoe je dat kan. Je woont in Maastricht, hè? Ik woon niet in Maastricht. Nee, je bent hier op de school of? Ja, ik What do you think of the city Maastricht? Yes, do you like it? Yeah. Oh. It's a nice city. It's a nice city? You really like it? Ja. Yeah. Dat is een nice stad. Dit is een beetje een slechtweerstad. Slechtweer? Een navierstad. Echt slechtweer. Spoor de Nee, ja. Anders kom je hier niet. Nee, daarom. Dus ik heb geen verstand blijven. Hey, hartstikke bedankt. Die man, die wordt helemaal lui van ons. Misschien moeten we even onderzoek gaan even aanbellen. Goeiedag. Hallo. Het NOS heb ik begrepen. Ja. Oké. Okay. Of we op tv kunnen komen via jou. Nee. Nee? Nee. Dat niet kunnen? Dat zal wel nice zijn, of niet? Ja. Wat denk jij ervan, Sexmaster? Nou, ik ben de kerstman, ik zal hem even legitimeren hoor. Oké. Legt u het eens haar fijn uit, meneer. Oh. Denk die hier voor je neus ja. Aan? Nee, maar met NBSNL werkt het gewoon anders. Er moet iets nieuws aan de hand zijn. Wij staan er voor je neus. Ja. Ja, dus als we zometeen een leuke chaos veroorzaken, dan is het dan verhaal.
Okay. Hoeveel brandweerwagens, politiewagens moet hier, voorbij scheuren, wilt u uitdrukken? Minstens een stuk of 15. 15, oh, dan gaan we nog fixen. Oké, is goed. Ik geef ons een uurtje, ja? De ballen. Weet je, die gekke adelaar daar. Ja, een adelaar. Oké, in Den Bosch kan niemand ons vertellen waar de Noordpool is. En niemand kan ons vertellen welke kant we op moeten. Niemand kan ons vertellen hoe lang wij nog onderweg zijn en niemand kan ons vertellen... Wat zal er gebeuren als ik u een blote reet tegen het raam aandruk? Wat valt hier zoal te doen? Wij zijn een beetje cultuur aan het opsnuiven. En normaal snuif ik andere dingen op, maar nu cultuur, ja, zeg maar. Dus wij vragen ons af, wat valt hier te doen? Niet veel. Ik heel weinig. Het komt erop neer dat het een beetje een oude lullenplek is hier, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Dus als ik goed begrijp, voel ik dat wij een oude lul. Ja. Hey. Ja. Dat is dik. Hey, we schaatsen nu in Zaltbommel. Waar twee chicks weer op de heuvel lopen. En een pitbull die ook mee schaat. Kom op, poedel. Wat is dit? Pak hem. Boom, 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 boom. Seks in mijn room. Hallo mevrouw, wat vindt u hier nou van? Eigenaardig. Grappig, hè? Ja. En gehoord, eigenaardig. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Dat is het saai hier, hè? Ah, het is wel een mooi uitzicht hier. Hey, hoedje! Nee, waar zit ik nu? Ik ben nog een beetje dronken, man, van gisteren, maar voor de rest gaat het wel chill, G. Ah, G. Oh. Kijk, zie je, ze vindt het grappig, ik ga lachen. Zie ik er zo grappig uit? Nee, maar... zeg maar ja. Het is wel apart, ja. Ik zal even zeggen, en dan schrikken jullie gewoon. Ik ben naar polotherapie geweest. Het is allemaal netjes bekeken nu weer. Dat komt u, dat is speciaal hier. Sterkte verder. Ja, er was er vragen of hij het hier ook zo'n dode bende vindt. Ah, hij is druk aan het werk, dus we gaan hem heel rustig benaderen. Yes. En rustig. Kerst is lang voorbij, man. Nee, we zijn 10 maandjes te vroeg, maar dat komt wel goed. Oh, komt goed. We zijn alvast benieuwd naar uw kerstwens. Kerstwens? Ja, wat is uw kerstwens van dit jaar? Gezond blijven. Ah, dat is belangrijk. Waarom is, waarom is hij eigenlijk zo stil in dit stadje? Nou, is het zaterdag. Zaterdag is niet zo. S'avonds. Zaterdag. Zaterdag. Ze moeten op zaterdag terugkomen. Zaterdag is dat maar, hè? Ja. Morgen ook. Morgen trouwens. Morgen is ook maar. Zoals hoe het nu op me overkomt, is het eigenlijk gewoon een saaie kutbedoeling hier zo. Ja. Ja. Nou. Ik ga even die raamapparaat gebruiken. Kut is toch iets anders? Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, dat is zeker waar. Maar daar weten we alles van, maar als je kut in de pik. Ja, dat is je kut in de buurt, dan heb je helemaal kut. We lopen nog steeds in Zaltbommel, waar het echt een dode boel is. We hebben pas 4 reacties voor de camera gehad. De rest wilde niet reageren. Dat is een beetje, ja, heel erg schuw. Asociaal, goed op de manier. Maar dat maakt niet uit. We hebben het hier naar onze zin. We gaan even kijken of die mevrouw daar wil reageren voor de camera. Het lijkt net alsof ze boodschappen heeft gedaan. Misschien kunnen we haar helpen met uitladen. Mevrouw, goeiedag. Mag ik voor u de tas uit de auto halen en die aan u overhandigen? Hoe zou dat zijn dan? Dat is om mijn trouwe kersthulp aan u te bewijzen. Ja, deze vrouw die reageert dus wel netjes zoals het hoort. En wij mogen voor haar de breekbare spullen uit de auto halen en netjes aan haar geven. En een hele mooie dag nog. Zo zie je maar dat er ook mensen zijn die wel weten hoe het hoort. En we gaan nu kijken wat de rest in het kutdorp ervan vindt. Oh, je wist gewoon, hè, wat ik ga zeggen. Kutdorp.
Gevoelig puntje. Oké, we moeten eerst onszelf verbeteren. Het is geen dorp, maar het is een stad met stadsrechten. En geen kutstad en geen kutdorp. Een kutdorp is één geheel. De stad of kutdorp. Nou ja, voor de achter de kassa bij de EBA vragen ze al haven. Kijk, deze vrouw die heeft iets nuttigs te zeggen. Ja, ja. Tegenwoordig heb je inderdaad haven nodig om automaat op de kassa zitten. VWO om vakken te vullen, geloof ik. En als je 18 bent met de auto, weet dan net je haven VWO. De diploma's van vroeger zijn niks meer waard. Deze vrouw weet precies. U bent een soort slachtoffer van het hele verhaal. Nou ja, luister, ik ben 37. Dan zeggen ze gewoon, je bent oud. Dus, ja, nee, kijk, ja, ik voel mij dus niet uit, hè. Mevrouw, geef je dus uw beste blik in de kamer. U staat er volop op. Mooie dag, kijk eens. Ja. Als iemand deze vrouw aan werk kan helpen, heel graag. Ja, nou, zou mooi zijn. Ik heb een schiktrestopleiding gedaan ooit. Nou, dan moet toch iets te vinden zijn. Ja, maar tegenwoordig zijn die banen allemaal gecombineerd, jongens. Dus dat is allemaal secretarieel, administratief. Ja, dus en dan moet je boekhouding dus bij. En vakken al vullen en boekhouding doen. Ja, dat gaat hem niet worden, hè. En tegelijkertijd met de sleutelbanden verwisselen. Ja. We lopen nog steeds in Zaltbommel, waar we net al werden geweest dat het geen dorp is, maar een stad. Het is nog wel één dode bende, maar dat maakt niet uit. We gaan nu kijken of er ergens iets wel te beleven valt in deze stad. Jingle bell, jingle bell. Ze schagen in deze schoenenwinkel. Wat? Ja, is goed. Ja? Ah, dat is wel mooi. Allemaal kortingskaartjes en zo. Mevrouw, mogen wij ons vragen? Zeker. Ik ben een kerstman. Ik heb even 19 uur, zoals ik een beetje sport. En dit is mijn kerstelf. En wij zijn iets te vroeg dit jaar. Mm-hmm. Het is nog niet waar. Ja, we willen graag weten wat uw kerstwensen zijn. Nee? Nee, beetje vroeg, hè? Ja. Wat heeft het afgelopen jaar dan als kerstwens gehad? Ja. Vrouw, u bent vol op beeld. Laat eens uw beste kant zien. Ja, precies. Ik moet er even over nadenken, hoor. Want ja, ik word er wel natuurlijk plotseling mee geconfronteerd. Beetje overvallen. Ja, gezondheid en... De belangrijke dingen. Ja. De standaard belangrijke dingen. Ja. Nou, ja, zo horen we dat weer van een waardelijke burger hier in deze stad. En we gaan weer verder. Dankjewel. Prima. We lopen nog steeds in Zaltbommel, waar nog steeds geen sap te beleven valt. Zelfs de winkelstraat is zo goed als verlaten. Je zou hier niet doodgevonden willen worden. Je zou inderdaad niet doodgevonden willen worden, nee. Het is hier hartstikke rustig, hartstikke stil. Het is hier zelfs doodstil. Het is echt een saaie kutstad hier, man. Geen reet te beleven hier zo. Geen fuck aan. We gaan nu Zaltbommel uit, we houden het weer voor gezien. De KNV. Het was hier één grote dode bende, maar dat hebben we al 100 keer gezegd. Waar de fuck ben ik, jongen? Ja, ik weet het gewoon echt niet meer.
you wanna fuck with Santa? Well, Santa's gonna fuck you, bitch. En dat hij vervolgens keihard in mijn reet neukt en ik lekker kan gillen en de hele tent bij elkaar schreeuw. Wedstrijd wie het gekste over kan steken. Ja, oh jongen, het is groen!
daar ligt een schaal van... Ik zal allemaal een 7 geven. En jij? Ik neuk je reet. Woo!